In Vectorworks presenteren we onze projecten op een presentatielaag. Op deze laag kunnen we namelijk al onze zichtvensters, aantekeningen en een titelkader plaatsen. Over zichtvensters en titelkaders bestaan afzonderlijk instructiefilmpjes. In deze film leg ik uit hoe we een presentatielaag instellen. De presentatielaag maakt deel uit van de organisatie. Je kunt voor het beheer van de presentatielagen dan ook het organisatievenster gebruiken of het navigatiepalet. Voor het navigatiepalet heb je een uitbreidingsmodule van Vectorworks nodig. Via deze knop in de weergavebalk open ik het organisatievenster en selecteer ik het tabblad Presentatielagen. Hier kun je een nieuwe presentatielaag aanmaken. Klik hiervoor op de knop Nieuw. Er zijn nu twee mogelijkheden. Je kunt kiezen om een presentatielaag te maken met een zelfgekozen nummer en titel, of je kunt kiezen om een laag te importeren. Het nummer van de presentatielaag krijg je te zien op het navigatiepalet en kun je gebruiken in het titelblok. De titel van je presentatielaag komt ook op deze twee plaatsen voor en kan ook in de referentieaanduidingen worden gebruikt, zoals in de aanduiding die je bij een snedevenster of zichtvenster kunt plaatsen. Wanneer je kiest om een presentatielaag te importeren, dan kun je kiezen tussen verschillende vooraf ingestelde reeksen met presentatielagen. Hier vind je onder andere de SFB-klassen en lagen. Ik kies voor SFB en ving dan de gewenste laag aan. Wanneer je de optie Bewerk na creatie aanvinkt, opent het bewerkingsvenster zich onmiddellijk. Ik doe dat in dit voorbeeld niet. Ik klik op OK. Als ik nu deze laag wil bewerken, klik ik op de knop Bewerk. Er verschijnt een dialoogvenster waarin we het nummer van de presentatielaag en de titel nog kunnen wijzigen. Daarnaast kunnen we ook de volgorde van de presentatielagen aanpassen. Bij DPI stellen we de resolutie in waarmee de presentatielaag zal worden berekend. DPI staat voor dots per inch, of met andere woorden het aantal puntjes dat per inch zal worden berekend. Houd er rekening mee dat lijnen met een lijndikte die kleiner is dan de afmeting van één punt, door veel printers niet zal worden afgedrukt. Het nulpunt mogen we slechts in heel uitzonderlijke gevallen verplaatsen. Wij raden dus aan om het nulpunt te laten staan. Vanuit dit dialoogvenster kun je ook de instellingen openen voor het tekenformaat. Elke presentatielaag in Vectorworks kan een eigen tekenformaat hebben. Ik klik op de knop Tekenformaat en zal nu het formaat opgeven. Ik begin met de afmetingen van mijn pagina in te stellen. Mocht je een formaat willen instellen dat afwijkt, zodat je je project door een printservice kunt laten afdrukken, dan kies je voor instellingen op maat. Maar ik kies hier voor bladinstellingen, aangezien ik hier de papierformaten kan kiezen die mogelijk zijn voor mijn printer. Daarna geef ik aan de linkerzijde aan hoeveel pagina's ik horizontaal en verticaal naast elkaar wil. Ik laat dit steeds op 1 en 1 staan, omdat ik vind dat je op die manier een goed overzicht houdt en maak voor andere presentaties een nieuwe presentatielaag. Het voordeel van verschillende pagina's naast elkaar te zetten, is dat je de verschillende pagina's in één keer kunt afdrukken. Wanneer je op verschillende presentatielagen werkt, dan kan dit ook, maar dan moet je in plaats van het commando afdrukken, gebruik maken van het commando publiceer. Als je graag je tekenformaat en je paginascheidingen toont in je tekenzone op je scherm, dan kun je ze hier aanvinken. Ik klik nu op OK, opnieuw op OK en mijn presentatielaag is klaar. Ik open nu even een bestand met daarin een aantal presentatielagen. Via dit uitrolmenu kun je kiezen welk ontwerp of presentatielaag actief is. Ook in het navigatiepalet kun je eenvoudig wisselen tussen de presentatielagen. Hier kun je zien dat op deze presentatielagen er altijd een titelkader aanwezig is en verschillende zichtvensters. Houd er rekening mee dat het af te raden is op de presentatielaag te tekenen. De presentatielaag is namelijk altijd op ware grootte. Om sneller te kunnen werken, zullen we heel vaak onze presentatielaag instellen op een lagere resolutie, om ze dan pas op het laatste moment te verhogen. Op die manier verlies je niet veel tijd met te wachten op de berekening van het renderen van de zichtvensters. Je kunt dit instellen door het organisatiemenu te openen, het tabblad Presentatielagen te selecteren en de gewenste laag te kiezen. Klik op Bewerk en dan kun je de DPI instellen.
Klik op OK om te bevestigen en de resolutie is aangepast. Een andere manier om in het bewerkingsvenster te komen is door in het navigatievenster rechts te klikken op de presentatielaag en daar te kiezen voor Bewerk. Zo, nu weet je hoe presentatielagen werken. Bekijk eventueel de instructiefilmpjes over zichtvensters en het titelkader om meer te leren over de organisatie InVectorWorks.